extra item vandaag ingebracht. Afgelopen week weer een bekerronde geweest. Onze vrienden en onze vriendin uit Odin. Die hebben iets goeds neergezet. En daar wou voorzitter Aart nog wat over zeggen tegen voorzitter. Aart, ik zou zeggen brand los. Nou, kijk, ze hebben een hele goede voorzitter. En ook met een hele nette uitstraling. Dat is Odin sowieso. En als je dan ziet, wij wonnen daar met 0-4. Hè, pakken we twee weken terug, dacht ik. En toen was het 60 minuten en was Odin echt wel gelijkwaardig. Nou, en dan scoren wij 0-1 en vrij snel de 0-2. Maar goed, dan zie je vorige week FC Groningen uit bij Odin. Odin helemaal weggespeeld. En dan vind ik het toch heel mooi dat Odin dan bij Emmen. Natuurlijk wel, PSV was er ook uit. Die dacht ook met het tweede team dan over RKC heen te gaan. Maar Odin, nou, ik vind het toch een hele prestatie. Dus ik heb er ook, de wedstrijd was afgelopen. Ik was met mijn eigen vrouw, want ik heb maar één vrouw. Was ik aan het eten. Dat weten we uit. Ja, dat klopt. Nee, bedoel, anders zouden mensen kunnen denken van dit of dat. Maar in ieder geval, ik heb er gelijk om 9:55 heb ik er een appje gestuurd. En nou, hartelijk gefeliciteerd, geweldige prestatie. En nou, ik bedoel, zij hebben daar natuurlijk een hele goede voorzitter. Ja. Ja. Even het stapje naar vandaag. Wat voor wedstrijd verwacht je vandaag? Ik verwacht vandaag toch wel een open wedstrijd. Vorige week was toch een anticlimax. We hadden een hele goede ledenvergadering hadden we, qua sfeer. 100 mensen waren er. Contributieverhoging ging er allemaal makkelijk doorheen. Maar het was net alsof we met stroop aan het voetballen waren. En dan denk ik van ja. En de trainer heeft er heel veel aan gedaan en ook goed aan gedaan. En de jongens die willen nu ook samen als team willen ze vandaag recht gaan zetten. Wat ze vorige week hebben laten lopen. Ja, wat bij Odin wel lukte, lukte vorige week niet. Dat moet vandaag weer beter uit, of niet? Ja, maar die jongens die weten wel hoe ze moeten voetballen. En ik denk dat het een verrassende opstelling is. En nou, wat dat betreft, het zijn allemaal mensen met individuele kwaliteiten. En als we het als team op kunnen brengen, de basis is in eerste instantie 100% inzet geven. En dan komt de kwaliteit zelf bovendrijven. Ik weet dat je altijd dol op voorspellingen bent. Durf je die ook voor de camera te roepen? Nou, ik heb voor de blinde pool heb ik gezegd, het wordt of 2-0 of 3-1. Dus daar ga ik ook vanuit. Dus je gaat uit voor winst. Maar die gasten komen ook om te winnen, hè? Nou, die gasten hebben een verre reis gemaakt. Ik heb de trainer Dennis de Rooijer even gesproken. Maar goed, als je zo ver reist, die gaan in eerste instantie gaan ze voor een puntje. Maar ja, ik bedoel, dat is voetbal. Maar wij moeten gewoon thuis hebben de ongeslagen status. En thuis gelijk spelen, het is net hoe je gelijk speelt. Maar dat moet je niet willen. Je moet gewoon willen winnen. En publiek binden, hè, dat is belangrijk. Ik heb gehoord dat die ploeg heel weinig weggeeft. Ja, nou, ik zag... Het zijn Zeeuwen, hè? Ons Benzunig. De Zeeuwen Benzunig. Maar ze hebben er al 17 tegen, hoor, wat dat betreft. Dus, en wij hebben er geloof ik maar 12 tegen. Waarvan natuurlijk 2 bij de buren en 5 in Noordwijk. Dan heb je er al 7. Hè? Dus wat dat betreft, ze hebben er toch meer tegen dan DVS. Maar goed, wij moeten vanmiddag gewoon... willen we meedoen, dan moeten we vanmiddag winnen. Klaar. Bedankt voor dit gesprek, Aart. Graag gedaan, hoor. En succes jullie, hè.